rijden geen treinen meer naar Duitsland! Ik zet ze tegen de muur! Simpel zat! En jij sluit het voor de Krijgsraad! De theatervoorstelling Oorlog aan Zee, begin oktober 14 keer gespeeld en per voorstelling op 4 locaties in Bergen, verliep succesvol. We hebben zo ontzettend hard gewerkt en er was zoveel spanning de laatste weken natuurlijk. Gaat het allemaal goed komen? En op een avond als vanavond, alles komt samen en ze hebben gerockt, die spelers. En alles, ja, eigenlijk ging alles ook goed. De sfeer was perfect, het publiek was geweldig. Dus een heel hard gewerkt, maar vooral een gevoel van, weet je wel, het is gelukt. Neem ons eens mee, wat moest er allemaal voor gebeuren om dit voor elkaar te krijgen? In grote lijnen? In grote lijnen. Door heel Bergen moesten er locaties komen. Er moesten iets van 80 spelers komen. Er moesten audities zijn. Vervolgens moesten er 5-1 acteurs allemaal los van elkaar gerepeteerd worden door verschillende regisseurs in een dubbele cast. Vanwege dingen waar we het even niet over gaan hebben, maar potentiële virussen, zeg maar. Dat is natuurlijk een ongelooflijk groot project, laat ik het zo zeggen. En in weinig tijd. Het zijn grotendeels amateurspelers. Is het moeilijk om die te regisseren? Nou, dat zou je misschien denken, maar eigenlijk helemaal niet. Want die zijn juist zo, die willen zo graag. Dus die pakken alles wat je zegt, pakken ze als een spons. Ja. Nemen ze dat tot zich en gaan ze ermee aan de slag. Dus als ik werk met professionals, zie ik vaak toch een wat mindere werkhouding dan ik hier heb gemerkt. Ja, want die krijgen hun geld toch wel. Ja, misschien. Ja, precies. En deze spelers, jongen, die willen zo graag. En dat zie je terug. Ik heb de rol van Marta gespeeld. Marta wordt ook gespeeld door Floor. En Marta die is verliefd op een Duitse soldaat in het stuk. En ja, dat was natuurlijk niet helemaal, of eigenlijk helemaal niet oké. Hoe heb je het ervaren, dat oefenen, dat repeteren en uiteindelijk het optreden? Spannend, ook omdat het natuurlijk best wel een zwaar thema heeft. En om toch door middel van repetities en die emoties en die situaties in te voelen. Wij weten natuurlijk niet hoe dat echt is. Maar om dat in te voelen en dat mee te maken op een soort van manier. Is toch best wel heftig, vind ik. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het ook elke keer weer een uitdaging. Om dat met het stuk dan weer naar boven te halen. En dat is echt wel mijn eigen uitdaging. Ja, dat je het ook echt voelt. Dat je het ook echt voelt, ja.